Ons dorp van vandaag is vooral bekend vanwege de kip en het ei. We gaan naar Barneveld in 1966. En het merkwaardige is dat in die hele film geen Barnevelde kip voorbij komt. Nog niet eens een ei. Wat we wel zien is een dorp dat de grote sprong voorwaarts aan het maken is. Achter Amersfoort, daar lag het. Als je mensen uit het westen sprak, dan zeiden ze, oh, dat is achter Amersfoort. Dat is toch niet in de Randstad, zeker niet. Toch wel grotendeels wel een beetje kerkelijk bepaald, zoals het nu in sommige ogen van anderen niet-Barnevelders nog steeds is. Maar het was niet overheersend. Dat werd vaak heel erg overdreven van, jongen, zwarte kousen en zo. Daar had je helemaal geen last van. Het was heel verdraagzaam. Het was een katholieke gemeenschap die, laten we zeggen, prima omging met de gereformeerde gemeente. En hervormde en gereformeerde, dat ging ook goed. Dus agrarisch ook, hè? Dat is belangrijk, hè? Agrarisch dorp. En de industrie ook allemaal agrarisch georiënteerd. Ja. Vrijwel. Begin van de bebouwde kom. Ja, hier heb je Thijssen. Ja. Kijk, dan heb je natuurlijk de ouderwetse wringer. Een wringer heet zo'n ding. Ja. Kijk, centraal. Café Centraal van de familie Grotenhuis. Het trefpunt voor de katholieke gemeenschap voeren. Antiekhandel van Verhaert. Veluws antiek winkeltje, kijk, daar staat het. Daar is het ook radicaal veranderd. Daar is het dorp niet meer terug te vinden. Veel gesloopt, oude huisjes gesloopt, wegen verbreed. Het gemeentehuis. Jaren gewerkt. Boekhandel Romein. Nou, dat kunnen we zeker noemen. Daar links het postkantoor. Voorheen Mulders Boekhandel. Maar toen was het nog in handen van Ali en Jan Romein. Ze hadden ook een bibliotheek achter de boekhandel. Ja, kon je lenen. Er is veel veranderd in Barneveld, maar de boekhandel bestaat gelukkig nog. Ja, dat is ook de enige algemene boekhandel die we hebben. Kijk eens, dat is Jan Romein. Sorry, mag niet. Ja, dat was Jan. Die deed ook in kantoorbenodigdheden. Maak de schrijfmachine schoon. Lekker een lui leeg. Ach, een affiche van Bruna. Ja, ja. Ach, en daar zie je de Barneveldse toren na de restauratie. Je ziet de klok omhoog gegaan. Kijk, dat is het gebouw. Ja, de nieuwbouw van de BDU. Hele oude pastorie, maar daarna in handen van de boek, krant en handelsdrukkerij. Thuis van de Kuilen zit uit de type. Ook een bekende journalist uit die tijd. En dat zijn de oude zetmachines nog. Ja. Loodzetten. Ja. Ja. Ja, dat was de toen kant. Nog gevestigd aan de Nieuwstraat in het centrum. Dat zijn die bekende letterbakken, hè, die naar de hand bij de mensen aan de muur gehangen werden met kleine voorwerpjes erin. Nu een museaal erfstuk, maar. Kijk, een Heidelbergetje, denk ik. Zo'n pers. Die kijkt eens even naar het resultaat. Nou, van de Berg. Ja. Dat is de bedrijfsleider. Bedrijfsleider, inderdaad. Steekt een sigaret op. Doe je ook niet meer nou. Nee. Voor de camera. Er zijn ook een leuke filmpjes. Toen toch al een bloeiend bedrijf, hoor. Zeker, en nog steeds. Onafhankelijk dagblad tegenwoordig. Ja. Nog steeds. Ja, ja, dat is eigenlijk geweldig. Dankzij ook wel natuurlijk veel lokale adverteerders. Dat is natuurlijk ook een belangrijk feit. Ja, en mensen willen op de hoogte blijven van het nieuws in hun eigen plaats en regio. En daar besteden zij buitengewoon veel aandacht aan.
Ja, dat is de Nieuwstraat. De Nieuwstraat met dat eind, het schaap. Het schaap bestaat nog steeds. Ja, ook al enige eeuwen oud. Ja. Dit is het begin van de spoorstraat, zo te zien. Daar komt de spoorweg een trein aan en dat is materieel. Ja. 56. Het was heel bijzonder dat hij toen reed. Ja. Daar. Ja, is dat de zogenaamde hondenkop? Of, materieel 46. En dan nog het oude station op de achtergrond. Ja. Ach, en dat, kijk, daar gaat hij weer. Daar gebeuren, zijn nog steeds nu plannen om die trein of dat station weer te herbouwen. Dat is het zogenaamde Rooie Dorp. Ja, het Julianendorp. Julianaplein. Speciaal gebouwd voor spoorwegpersoneel in 1925. Dat is nou echt zo'n Venus, mevrouwtje. Hoedje op, in het zwart. Naar het kasteel. Kasteel de Schaffelaar. Met daarvoor de koeien, ja. Is nog te zien. Ja, af en toe is er nog. Maar ja, het kasteel zeggen wij altijd, is natuurlijk een landhuis. Hè? Ja, het is geen gebouwd kasteel. In 1852, een neo-Tudor-stijl. Nou, dit is een toneeltje wat we zomers nog kunnen zien. Als het gaat onweren, gaan ze allemaal onder de boom staan. Je zag dan nog een fragmentje van het oude hek hier zo. Ik moet zeggen, het kasteel wordt voortreffelijk onderhouden. Oh, dit is de spoorwegovergang weer. En dan kijk je richting Jan van Schaffelenstraat met links IJzerhandel. Dat is echt van de IJzerhandel en Timmerwerkplaats van de Vliert. Het dorp, en hier loopt een paar van onze Molukse gemeenschap. We hadden er volgens mij van 1200 en dergelijke in het begin. Dat is boven Europa. Wit-gele kruis, zuster Mirjam. Ja. Die heb ik vaak katholieke mogen assisteren bij dat is een tijdje voor de synagoge. Ja. Dat is nog Hartkamp, Jos Hartkamp. Ja. Hoeden een en oude zaak, helemaal verdwenen. Ja. Ja. Nu. ZZ Nijland zag ik nog net een embleem voor. Toch zijn er in Barneveld nog een hoop zelfstandige winkeliers. Of echte oude Barneveldse zaken. Ja. Dit was er één van, helaas verdwenen. Maar ja, ook weer hebben we één firma, dameskleding, Jansen. En die is weer heel groot geworden naar andere plaatsen toe. Dus het omgekeerde komt ook voor. Ja, ja, zeker. Dat is mijn oude school. Ja, school met de Bijbel. Kijk, en ik wist helemaal niet met opengeslagen Bijbel welke tekst erop stond, maar hier zie ik het. Ja, ja, ja. Als jochie valt je dat niet op. Zie, daar zit ook een enkel Molukse kind. Dit is enige jaren nadat ik mijn laatste stappen had gezet. De oude school, nu ook helemaal verdwenen. Ja. Gebouwd in 1907, gezien het herinneringsbord wat er bij de ingang zat. Maar je zag daar een paar Molukse kinderen tussen lopen. Dat is wel aardig, want die werden vanuit het Dodoor de Biezen met een bus naar het dorpcentrum gebracht, zodat ze naar school konden. Dit is het plein voor de school. Dat is de hoofdonderwijzer die we daar zagen. Veldje. Dat is de Schoutstraat. Ja, ja. Een van de toegangswegen tot het oude dorp. En op de achtergrond, dat is Koudijs, de voormalige veehoedenfabriek. Ja, zeker. Ja. Jongens al in de jaren 20 vertrokken zijn, grotendeels. En dat is Dr. Kuiperlaan. De kleuterschool Het Pinkeltje. Ja. Het gebouw bestaat nog. Ja, het wordt nu gebruikt door de club. Voor christelijke kleuterschool. Gehandicapt. Christelijke kleuterschool. Ach, ja. Ja. Ja, die zie je dus overal wel op dit soort foto's opdoemen. Daarom, die gingen dus de eerste paar jaar als onderwijs in het woonoord. Dat zit Arda Romein, Arda Gulden. Oh ja, maar daarna gingen ze dus naar de normale scholen in het dorp. Nog een echt ouderwets schoolbord. Ja. Met een kreetje. Ja, niet eens elektronisch. Het piept nog. Ja, dan kan nog een borstel naar je hoofd krijgen als je ondeugend was. Ja, die borstels, ja, dat was heel... Kijk, een Molukse jongetje. Ja. Die zaten gewoon tussen de Molukse jongetjes in. Ik was altijd jaloers op ze. Ze konden ontzettend goed, ze waren zeer muzikaal. Ze konden allemaal perfect tekenen. Twee dingen en die... Gymnastiek, ja, en gymnastiek, jongetjes. Ja, tuurlijk. Kijk eens, weer Molukse meisjes. Ach, die zullen zichzelf allemaal nog wel tussen herkennen. Ja. Vol op zomer. Bril af. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me.
Politiebureau. Het oude politiebureau. Ja, ja, ja. Dat is hoofdinspecteur Kruisinga. Precies. Heel lang geweest, hè? Ja, mijn zus heeft daar nog enige jaren gewerkt. Administratieve kracht. Ja. We hadden gemeentepolitie. Ja. En toen hadden wij nog net niet de vereiste, ik dacht dat het 25.000 inwoners waren. Ja, dat klopt. Die was er net nog niet. Er moest een soort uitruil plaatsvinden. En toen hebben ze gezegd, nou, Barneveld had Rijkspolitie. Laten we daar bij Barneveld dan ook maar gemeentepolitie van komen. Achter nuchtere Kalvermarkt. Ja. En die werd gehouden in de Pluimveehal. In een zijbeel. Precies, dat was in de grote hal die later afgebrand is. Ja. Daar hebben we de eerste nieuwbouwwerk na de oorlog. Ja, ik denk dat dat toch de Jacob Katstraat is. Dus het verlengde dan. Ja, de Lors. Allemaal toch degelijke architectuur. Ja. Ja, deels staan die huizen ook nog gewoon. En dat was wel kenmerkend. Huizen waren niet zo groot, maar er was altijd een hele grote tuin bij. Ja. Voor deze maatstaven, na deze tijd, had men dus een groot stuk grond. Dat was men gewend. Grond kostte ook niet zoveel natuurlijk. Oh. Dit is de katholieke kleuterschool met de zusters. Sint Theresia, die zat daarnaast aan de Rijksstraat. Ja. Klopt. Daarachter zie je ook alle twee de kerken toevallig. Links de Hervormde en rechts de... Ja. Een punt waar kun je nu nog gaan staan, dan zie je hetzelfde. Ja. Kijk, en dat is wel het nieuwe gebouw al. Zuster, ja, ik weet niet welke zuster zusters dat is. Zusters hebben nog, die houden nauwgezet toezicht. Die zaten dus, de zusters, die zaten in Barneveld in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Ja. Het Wit-Gele Kruis. Ja. En wat is dit? Een bus die... Voor de schooltandarts. Oh ja, schooltandarts. Schooltandarts. Ja. Nooit meegemaakt, maar we hadden een eigen tandarts. Nee, ik ook niet. Ja. Ach ja, die kwamen al langs, zeg. Ja, ik was er ook niet dol op en nog steeds niet. Tandarts, nee. Zwembad, Kallebroekenweg. Ja. Oh ja, dat badmeester van de Spoel. Dat was een monument. Ja. Jaren badmeester geweest in Barneveld. Ja, en een zoon ervan, die heeft nog voor Nederland gezwommen. Van hem. Ach ja, daar zijn we. Met die beruchte badgroep. Dat heb je ook nog meegemaakt? Ja, zijn we. Zeker. Allemaal hebben daar onze baantjes gezwommen. Ja. Het was naar de maatstaven van die tijd toch ook al een beetje antiek zwembad hoor. Helemaal van hout. Daar loopt nu de A30 vlak langs. Het moest weg vanwege de aanleg van de A30. Daar hadden ze, dat was al apart. Er kwam bronwater omhoog en het werd in betonnen bakken. In de zonlicht werd het voorverwarmd. Ja, precies. En dan in het zwembad voor de verversing. Ja, ja, ja. Nee. Zo was het. Ja, want wij hebben natuurlijk ook een hele bekende waterpolovereniging. En zwemmen, DWK, de Waterkip. Dat is heel leuk, ja. Dat heet de Waterkip. Dat is toch... Er was trouwens een naam met de kippen. Ja, was trouwens een naam die ze naar de hand hebben ingevoerd, want dat heette oorspronkelijk Neptunus, maar er was in Amersfoort ook al een Neptunus. Dus toen hebben ze maar herdo. Ah, daar komt eraan. Het Hof van Gelderland. Ja. Ook een bekend hotelrestaurant. Achter de Westerveld Stichting. Ja, dat denk daarachter ik ook. Daarachter in de tuin, ja. Jazeker. Daar zitten de ouwetjes. Het begin van de Amersfoortestraat en toen nog de uitvalsweg. Van Barneveld naar Achterveld en Scherpenzeel. Van Koerten? Van Koerten, ja. De benzinepomp. Ja. Echte Solex nog, kijk eens. Ja, daar deed je ze ook in, hè, Solex. En dan kijk je de andere kant op, met rechts achter weer het Hof van Gelderland. Dan zie je de Hotel de Roskam nog. Ja. Allemaal van die instituten, joh. Barneveld heeft niet eens een hotel meer op dit moment officieel. En dat is de Vaal, orgels en piano's, weet je het nog? Ja, weet ik nog. Inkoop, verhuur en reparatieinrichting. Dat is de daar vrouw zelf. Ja, ja, de eigenaar. Zijn zoon heeft later de zaak overgenomen. Is helaas ook alweer overleden, Herman. En nu doet die zoon, het weer. Ja. Daar hebben we Abschuller. Oh, is dat hem? En dat is Van den Berg, de schoenmaker. Ah, ja.
kijk, zo'n grote Amerikaanse slee. Ja. En je ziet dat het begin jaren 60 geweest moet zijn. En toen reden ze. Ja, dat is de klompenmaker. Blankenspoor. Blankenspoor. Zit er de wijnwinkel? Een wijntje drinken maar klaar. Maar dat is nog een hele positie geweest, hoor. Ja, ja, klopt. Hij had zijn maten en soorten, allerlei kleuren. Soms een zo'n leertje erover. Nou, laarzen deden ze ook niet kennelijk. Laarzen had hij ook, zeg. Ja, zie. Ja. Allemaal klompjes aan. Het gebouwtje staat er nog steeds. Ja. Dat is de Aanvoerderstraat. Verderop? Ja. Verderop. Dat mooie rijtje huizen. Daar komt de Abschuller weer aan. Oh, kijk. Is gevraagd om heen en weer te fietsen. Dat was al een leerlooierij. En daar zie ik het huis waar ik opgegroeid ben. Niet dit, maar iets verder. Het is jammer trouwens als ze de ene huis de erker vernieuwd hebben. Dat vind ik geen... Dat is mijn Hugson. Huis van Hugson. Oké. Okay. De dierenarts. Zou dit Koterzijweg zijn? Ja, dit is op dit terrein, daar is, laten we zeggen, de tweede nieuwbouwgolf gekomen. Hier is niets meer van. Dit is allemaal nog bouwland, boerenland. De Oost. Ga er voor weg, jochie. Kom, je zit je zo in een hooibaal. Dat gaat toch al op een vrij moderne manier. Ja. Ja. Die hooibaal, dus dat doe ik nog net zo. Ja, dat soort activiteiten had je eigenlijk midden rondom het kern van het dorp nog. En dat is je zat daar niet meer terug te vinden. Ja, bij het centrum, hè? Ja. Ja, ik zit te kijken waar die hokken stonden. Zou dat een beetje Rozelaarse weg idee zijn? Daarachter zie je de Heus, heel in de verte. Ja, ja, daar stonden ook veel noodwoningen in die contreien. Dat was... Ja. Wat nu keurige nieuwbouw is, daar stonden wel boerderijen, maar daartussen stonden dan van die hokjes en dat waren noodwoningen vanwege de woningnood. Die er nog steeds is. Heel wat jonge stellen die toen getrouwd zijn, die zijn begonnen in een noodwoning. Jaren 50. Ja, ja, ja. Er staat nog een Opel Kadett. Dat was trouwens heel knap. Dat is EL. Oh, dat kun je zien. Ja. EL, dat is begin jaren 60. Ik kan het precies dateren. 62, 63. Ja, daar zijn lijsten van. Dat weet ik nog. Toen hield ik dat nog bij. Ja. Ja, vroeger stonden nog veel van die schooljongens. Die stonden allemaal dingen. Daar hebben A. Vinkenborg. Vinkenborg. Die stonden dan. Paksvergunning had hij ook. Je mocht roken. Die stonden dan kentekens te noteren. Tegenwoordig staan ze met een mobieltje langs de weg. Dan staan ze hier te fotograferen. Kijk, kijk, kijk. Tapvergunning, dat is Vinkenborg. Met zijn vrouw. Een bekend café. Marktcafé ook. Ja, we hadden twee marktcafés. Aan de ene kant van het marktterrein, aan de andere kant. En daar werd afgerekend door alle handelaren. Ja. Dit zijn trouwens, denk ik, mensen van de Harmonie. Van het muziekgezelschap die daar zitten. Het was best riant wonen voor die tijd, hè? Die eerste nieuwbouwwijken. Ja, ik weet niet. Tenminste, voor die tijd gezien. Zeker, zeker. Ja. Al die huizen hadden dezelfde vorm. De hele gemeente Barneveld, de eerste nieuwbouw, dat kun je goed zien. Dezelfde architect, dezelfde vorm. Ja, dit is allemaal grotendeels onder het bestuur van burgemeester Koensen. Want Van Diepening is in 62 gekomen. Die had een voorliefde voor gele steen. Ja. Ja, vrij erg. Had ook nog wel wat contacten met een bepaald bouwbedrijf in het westen des lands. Ja, daar heb je de gymzaal aan de
Ja. Torbeckelaan. Ja, kijk. Oh, daar heb ik nog wel aan de ringen hangen. Het hoofdkwartier van Doves. Ja, heeft door, lang gestaan. Ja, onze gymnastiekvereniging. Later zat het Rode Kruis erin. Ja, de oefening vlug en sterk. Doves. Toch voor die tijd een moderne gymzaal. Jawel. Ja, Rijn van E. Links. Nou, daar krijg je inderdaad de optocht. Ik denk op de Koninginnedag. Dacht je niet? Dat weet ik niet. De harmonie, dat is de ponyclub, schaffelaartjes. De schaffelaartjes. Rechts zie je de Eierhal. Ja. Markthal ook wel. Naderhand tot Markthal herdoopt toen de rest weg was. Ja. Ja. Ach ja. Een eindeloze optocht. Nou, dat is toch leuk. En dan komt iedereen ook keurig op voor. De harmonie. Met op de voorgrond als tambourmaître. Is dat niet cornet? Cornet, heel goed. Ja, goed korps. Bestaat ook nog steeds, alleen is het tegenwoordig Barnevelds Philharmonisch Orkest. Ja. Maar op Koninginnedag spelen ze nog steeds obaden. Of ja, Koningsdag moet ik zeggen natuurlijk. Ja. Voor het raadhuis. Jazeker, jazeker. Hebben we hier de wandelsportvereniging? Het is wat professioneler geworden. Hè? Vroeger was het echt. Jan van Schaffelaar. Een dorps, een muziekkorps, zeiden we. Ja, ja, bijna, tegenwoordig is bijna dat alles conservatorium. Dat is Doves natuurlijk, hè? Nee, ik denk dat de wandelsportvereniging Jan van Schaffelaar is. Dat weet ik niet. En wat hebben we hier? Voetbal? Ja. SDVB. SDVB. Sterk door vriendschap. Bestaat ook nog. Hier is SDVB, dan moet een andere VVB geweest zijn. Nee, dat klopt. We zien hem niet in kleur, want SDVB is blauw, wit. Precies. En VVB is geel, blauw. Ja. Het barste van de vereniging overigens. Hè? Want dat is natuurlijk allemaal wel kapot gemaakt door tv, internet. Daar gaan ze maar dat door. Is wel. Ik ben nu bezig met het Pluivenmuseum om een tentoonstelling te maken over de duif. We hadden vroeger twee postduivenverenigingen. De snelpost en de voordeelvliegers. Werken die ook alweer? De snelpost. De snelpost. Oh ja. Die zaten in een schuur vlakbij het oude station. Laten we zeggen, het karakter van de dorpskern is gebleven, vind ik. Ja. En als je het winkelaanbod in Barneveld vergelijkt met plaatsen als, dan denk ik even in Weesp, waar ik ooit eens een keer was, dan denk ik, jongen, het Barneveld heeft toch een veel mooier winkelaanbod dan. En vergelijk eens met Ede, ik vind Ede ook niet zo geweldig. Van die relatief nog vrij veel zelfstandige ondernemers. Ja, dat is waar. Dat is nog goed in stand gebleven. En dat waarderen de mensen wel. En dat heeft ook toekomst, denk ik. Ach, de zangvereniging Zanglust. Ja. Kijk eens, die hadden ook elk jeugdkoor. Die ken ik niet. Nee. Dat is een van de kerkelijke zangverenigingen. Ja, dat zal wel. Dit is ook weer iets van gymnastiek. Daar komt de oude brandweerauto. Ach ja, uit de jaren 20, hè? Ja. Nog steeds. Ja, die hebben ze nog steeds, ja. Nog steeds actief, althans. Niet actief, maar wel inzetbaar. Ja, ja, maar dit is gewoon dit is een museumstuk, hè? Dit. Ja, tuurlijk. En de volgende, die zal nog best dienst gedaan hebben. Dat is inmiddels ook een museumstuk. Nee, Zoeterboek. Ja. Dat is de DAF. Ja.